Hallo. Hallo. Het is ongeveer een jaar geleden dat ik voor het eerst bij Stefan zijn aquarium ging kijken. Stefans aquarium valt mijns inziens erg op doordat hij niet met een skimmer draait, maar toch vrij moeilijke koralen kan houden, namelijk verschillende soorten Acropora. Dit komt door de methode die hij hanteert, de DSR-methode. Hierbij maakt hij gebruik van de DSR-dosering in combinatie met een powerfilter. Deze maakt hij om de twee dagen schoon. De lampen boven het aquarium zijn in principe hetzelfde gebleven, dit is de ATI Hybrid. Wel heeft hij de verlichting iets aangepast, zodat er iets meer paars naar voren komt. Wat betreft wavemakers is er ook weinig veranderd. Dit zijn namelijk nog steeds dezelfde Jabou wavemakers met controller. Wat ik me eigenlijk afvroeg is hoe hij zijn osmosewater bijvult, vanwege de verdamping. Dit doet hij via een osmolator naast het aquarium. Als je kijkt naar de scape van het aquarium is deze ook aardig aangepast. Dit komt doordat Stefan niet tevreden was met de vorige scape en graag wat anders wilde. Zo heeft hij de rots met zoa's volledig uit elkaar gehaald en de zoa's zijn ook niet meer teruggekomen in het aquarium en hebben inmiddels een ander onderkomen. Dit komt doordat Stefan regelmatig koralen stekt. Hierdoor is het bij sommige koralen ook wat moeilijker om te zien of deze nou echt gegroeid zijn. Maar bij heel veel koralen is het wel goed te zien, zoals bijvoorbeeld deze Montipora grisea aan de muur. Maar bijvoorbeeld ook deze Weeping Willow is erg gegroeid in een jaar tijd. En daarnaast ook deze Montipora digitata. Deze is verschillende keren gestekt en inmiddels zijn het ook twee kolonies geworden in plaats van één. Wat misschien wel grappig is om erbij te vermelden, is dat deze stek oorspronkelijk van Danielle komt. Helaas doet hij het bij haar niet meer in het aquarium, maar bij Stefan is die wel erg doorgegroeid. En ikzelf heb hem een keer geruild met Stefan en bij mij staat hij ook in het aquarium. En hij doet het nog steeds prima. Dit is dus het voordeel als je koralen kan delen of ruilen met een klein groepje vrienden. Koralen kunnen zich hierdoor dus vermenigvuldigen en mocht hij dus bijvoorbeeld bij iemand het niet meer doen, dan kan je als je vrienden zo aardig zijn nog altijd terugvallen op elkaar. Ook bij dit bezoek heb ik weer een koraaltje meegenomen voor Stefan en voor Danielle. Voor Stefan had ik de Hystrix meegenomen. Deze had hij zelf ook oorspronkelijk in het aquarium, maar deze groeide niet echt. En bij mij stond hij eigenlijk maar te verpieteren. Omdat hij bij mij redelijk hard groeit, had ik nog wat stukken over. Daarnaast had ik nog wat zoa's voor Stefan en ook wat zoa's voor Danielle. Wat betreft vissen heeft Stefan weinig uitval. Zijn Desjardini leeft nog steeds, ziet er nog steeds prima uit, net als zijn Tomini-dokter. Ook andere vissen zoals kardinaalbaarsen en bijvoorbeeld de Antiasis doen het ook nog steeds goed. Daarnaast zoekt Stefan graag de grenzen op wat betreft visbestand, omdat hij bijvoorbeeld een hoop dwergkeizers heeft die eigenlijk niet reef-safe zijn. Ook heeft hij een imperator keizersvis erin gedaan
en deze is eigenlijk ook niet reef-safe. Desalniettemin blijven ze van zijn koralen af, althans de koralen die hij graag wil behouden. Stefan voert, net als ik, diepvriesvoer aan de vissen. Wat zijn er nou? Dory en Nemo. Oh ja, ik zie het, ja. Tenminste, ik zie Dory wel goed. Oh ja, Nemo is een beetje wit. Tenminste, zilver. Is het echt zilver? Ja. Okay. Pandori. Oh, Pandori. Na een gezellige avond en een hoop koralen en informatie te hebben uitgewisseld, was het weer tijd om er vandoor te gaan. Al duurde het voor Danielle wel eventjes voordat ze thuis was. Nou, top. Ja, we zijn klaar met klussen. We hebben heel het aquarium verbouwd. En nu ga ik met de lekke band naar huis rijden. Succes. In de werkauto. Hey. Poging 2. Yeah. Ik dan wel geen muntjes. Had ik ook niet. Ik had wel muntjes, maar je moest een 1 euro en die had ik niet. Dus ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Zo is het. Nu op 2, is dat dan op 2.4. Oh, niet te hard. That's it. Mijn redder in nood. Uiteindelijk bleek haar band niet helemaal lek te zijn, maar er liep wel lucht uit. Uiteindelijk is Danielle gelukkig wel heel hard thuisgekomen. Voor nu weer heel erg bedankt voor het kijken. Liken, delen en abonneren wordt natuurlijk gewaardeerd. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video.